En we zijn onderweg. Ja, doet hij het? Dat denk ik wel. Ja, volgens mij doet hij het. Oké. Mooi, dan rijden we rustig verder richting... Ik heb namelijk Escape 2 afgehaald. Oh, ik was al doorgereden. Dat is niet zo handig. Dan moet je zo op het station even wachten. Ja, dan wacht ik op het station even op jou. Nou zeg. Bij mij gaat het nu ook niet helemaal goed met de punten. Uh-oh, neem je het uit? Nee, ik reed hard. Oh. Allemaal zo vervelend. Ja. Ja, ik sta nog op 70, dus 70 punten dan. Oh, nou mijn punten gaan ook niet helemaal in, dat zie ik. Nee? Ik zat even niet op te letten, maar ik blijf gewoon 100 punten vanaf. Oh. Zo, hallo dan. Ik denk, ze zijn maar vast op 90 tegen het circuit, maar we mochten nog geen 90. Dat is niet zo heel mooi. Een hele zonde. Dat is zeker zonde. Sterker min 72. De punten zijn namelijk heel erg duur in. Ja, hè? Het eerste station lijkt al voorbij, maar we niet eens hoeven te stoppen, dus dat scheelt. Ik rij nu 0,15 voor Kom-Zuid baanstijg eind. Dus, maar ik wacht even op jou. Keulen-Zuid. Wacht ik even op jou met de deurtjes openen? Ah, Ruben, welkom. Goedenavond. Hey, Ruben. Zo. Nog een kilometer voor het station van de Keulen-Zuid. Ik wacht even op jou. Zo. Begin afdemmen. Oh, nieuwe gebouwen worden ingelaten, dus ze hapert weer bij mij. Ja, daar heb ik af en toe ook last van. Zo, nou dat station hadden we wel. Zo, een klein beetje meer afdemmen. Het ding heeft een krachtige rem, kan ik je in ieder geval melden. Wat is jouw tijd momenteel? 36,50. Oké, mijn 38, maar dat komt natuurlijk omdat ik stilsta. Ja, omdat ik op jou wacht. Maar ik kan hem even 2 tellen op escape zetten. Misschien is dat een slim idee. Ja, dat is heel goed. Kom ik nou pas mee. Maak het uit. Straks kom je te laat volgens jouw scenario op de volgende. Oh. Ja, daarom. Krijg ik weer minpunten. Ja. Jij rijdt nu het station binnen, zie je. Zeker. Even kijken. En stil zetten. Deurtjes open. Ik ben strak op tijd. Jouw deuren zijn open? Jazeker. Maar tenminste. Mijn. Nou. Mijn ja, ook. Alleen de voorste niet, wat? Nee, de voorste niet, maar het is een heel klein station. En als je dan net te ver stopt, dan gooit hij ze al niet meer open. Nou, die zit ook nog een haarbordje op zich, dus. Nou. Oké. Okay. Dit achterste gaat ook niet open. Nee. Nee, dus, nee, als de tijd maar loopt. Ja, gaan we 3 begons gaan de deur open. Ja joh.
Ik mag weer verder. Oh, nou, rustig aan. Ik heb nog Timeless een, penalty, plus 60, hoppatee. 60, zo weinig? Ja, ik ben natuurlijk te laat. Ja, jongen, ik moet nog even wachten. In escape. Nee mensen, ik ga weg. Ja, gaan we? Ja, we gaan. Hoppatee. Gas erop. Zo, kijk eens aan. Hoppatee. Daar zijn wij onderweg. Met onze trein. Oh, naar de 80. Ja. Voordat ik te hard ga rijden. Toen gaan de beeld af. Ik zag het al gebeuren. Oh ja, je hebt gelijk. Even rekening mee houden. Zetten we iets te render even op gewoon. Maar we mogen zo meteen al. Oh ja, daar gaan we punten. Oh. Rijdt hard. Ja, deze keer weer 16 punten eraf. Ik mag 140. Ja, en meteen lekker doortrekken naar de 160 dus. Hoe? Dat klopt. Hoppatee, 160 gaan we. Voor de nieuwe kijkers die ondertussen aangeschoven zijn, welkom. Onderweg tussen Cologne en Koblenz. Aan het einde van straks of na een tijdje of zo gaat nog in ieder geval wel Nederlandse route rijden, dus maak ik daar een beetje van. We gaan denk ik Utrecht Tiel rijden of de Achterhoek, maar dat weten we nog niet zeker. Welke van de twee we willen rijden. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk wat jullie natuurlijk leuk vinden. Ja, hey, goeie avond Chiki for you. Als ik het goed uitspreek. Ja, we hebben net Keulen verlaten om richting het zuiden te gaan rijden als goed is. Ja, we gaan richting Brul. Brul en Bonn. Nou, Bonn is wel een grote plaats. En dan nog veel verder naar Koblenz. Welke route is dit, vraagt Ruben? Naar Keulen, naar Koblenz. Cologne, Koblenz heet het ook wel. Cologne is natuurlijk de Engelse naam van Keulen. En de Duitse naam is weer Köln. Het beschrijf je heel goed, Wouter, heel goed. Ja, ik heb opgelet in de klas. Brave leerling jij. Hè? Ja, echt wel. En er komt al een station aan, dat heet Hort Köln-Stieren. Alleen hoeven wij daar volgens mij niet te stoppen. Nee, klopt. Wij gaan door naar Brul. Dat is een tussenstation met je jongen. Ja, maar ik dacht dat we al een stoptrein te pakken hadden, maar ik zie net dat we nog gewoon lekker doorgekomen. Ja, is meer een, hoe heet zo'n route van zo'n regionale baan. Ja, nou we hebben een soort van, ja. Hey, we hebben een soort regionale baan. Ja, we hebben een regionaal DB. Een snel regionaal DB. Klopt, ja. Sorry mensen, ik stop niet. Dag. Dat is mijn heel klein patronnetje. Ja. Dan pas ik daarop? Nee, daar pas ik niet eens op, joh. Nee, daar pas je niet op, klopt. Lek, ja, dat zal aan waarschijnlijk over mij liggen, maar dat zal ook wel doorkomen te streamen, ja. Maar, hoeveel dat lek is, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want alleen af en toe doet hij wat dingen inladen. Dus hoeveel je er last van hebt, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar dan, afgelopen 5 minuten heb ik er nog weinig last van gehad. Ja, zoiets inderdaad. Ja. Een kleine lek dat ik daar mag houden, ja. Zoals nu heel eventjes, dan lekt hij eventjes. Dus ik moet de vetten binnenladen. En dan gaan we alweer. Daar komt weer een witte trein voorbij. Witte? Ja, IC. Oh, ik zie nog niks. Wat is dit? Oh, Brul is in aantocht. Oh, daar moeten we wel weer stoppen. Dat is mooi. Tenminste, bij mij.
Ja. We rijden ongeveer gelijk, dus... Ja, ja, ja. Ik zie hem ook aankomen. Maar goed, als mensen al een voorkeur hebben natuurlijk, bijvoorbeeld als we zo meteen rijden, of het de Achterhoek wordt of Tiel, dan kan natuurlijk wel een tijd alvast... alvast een streel in de chat of zo. Ik zou vast gaan afnemen van Brul. Ja, ik moet een keer wat harder gaan rennen, want ik kom met 100 aanrijden op een stukje van 400 meter. Dus dat lijkt me geen succes. Rijdt voor mij, ja. In dat geval rennen we even langzaam af. Ja. Momenteel stream alleen ik en Pieter rijdt zelf ook mee, maar die kan dat niet streamen, dus dan doe ik het alleen gewoon. Hé, hey, daar komt er net mijn witte trein aan, ja. Nou, dan rijden we al een stuk achter me. Maar ik rijd wel 160 door, hè. Ja, toch wel. Ja. Misschien staat je tijd nog niet helemaal goed, zeg. Dat je nog een beetje voorloopt. Ja, een paar minuutje denk ik dan. Ja. Zo. Het station van Brul. Nou. Het is echt wel een stoptreinstation. Driver quality. Min 38. Jammer. Ik zet hem even op de schrijf. Ik zet hem even koffie te lezen. Ja. Koffie te drinken. Ja, nu niet meer. Anders vind ik het om. Ik zet hem even op escape dat jij binnenrijdt en de deur opent. Ja. Een mooie Engelse of Schotse route. Nou, die Schotse route is heel leuk dat je het zegt. Alleen heeft Pieter die volgens mij niet. Maar is goed dat je het zegt. Dat is inderdaad een hele mooie route. Naar de Malai Fort William, inderdaad, ja. Ik vind het een prachtige route, maar volgens mij heeft Pieter die niet. Nee, die heb ik niet. Ik denk, waarom lees ik die reacties niet, maar mijn liefje is het ook, wat een feest, joh. Wees welkom, in Duitsland. In, waar zijn we ook weer? In Brul, ja. Brul. Ben je er al water of niet? Ik sta er stil. Oké, dan ga ik de deur openen. Ja, dan kan je beter in escape even wachten op les van de deur, want dan krijg jij minder punten zometeen. Ja, maar het is niet anders. Ja, dat is ook zo. Wat gevraagd van een briefjes niet mee, dat ja, inderdaad, geef eens antwoord. Ja, briefjes, waarom? Jongen. Zo jammer. Mijn deuren zijn weer dicht. Jouwe nog niet, denk? Nee, ik heb nog een kleine halve minuut. Heb ik dan wacht ik even. Heb ik toch te hard doorgereden, dat zou je niet denken, hè? Ik wou net zeggen. Ik vind het wel een mooi trein, hè? Gewoon een dubbeldek. Net als eigenlijk standaard dubbeldekker, maar ik vind het toch eigenlijk wel mooi. Ja. Ik ga weer. Ja, ik ook. Gas erop. Ja hoor, 100, hoppatee, kan gewoon. Uiteraard kan dat. Dan gaan we weer op naar Bonn. En Bonn is natuurlijk weer een grote stad. Ja, een Hauptbahnhof. Ja, ook dat nog, ja. Dat zegt ook wel wat, ja. Hauptbahnhof. Wat onze centraal station is, is daar een Hauptbahnhof. Hoofdstation. Ja. Nou ja, 17 kilometer. Oh, nou, ja, valt mee, ja. Is nog wel redelijk te doen. Als we gewoon met 660 door kunnen. 17 kilometer, wat is het? Apeldoorn Deventer, 17 kilometer? Maar, ja. Ik weet het niet. Kom maar uit. Nee, jij niet, nee. Nee, ik kom zelfs ook niet zo vaak in Deventer. Ik kom er in gebieden waar jij niet komt. Nee, dat is zeker waar. Nou, ben ik daar ook wel een paar keer geweest, dat moet ik wel toegeven. Oh, wacht even, ik lees net dat ik geen gas mag geven. Ja, ik hoor het alweer. Ja, mijn excuses, mijn welgemeende excuses. Ik bedoelde natuurlijk tractie geven. Ja, jongens, sorry. Ik zei het, hè? Gastom, dat was ik. Ja? Oh, nou dan mag ik jou de schuld geven. Ah, gelukkig. Mijn fout, het is inderdaad tractie. Hé, ik zie een trein aankomen. Die is bij mij al gepasseerd. Oh.
Nou, ik zie net de sign voor me aankomen. Wat is het? Goede? Ja, volgens mij is het goed, hè? Ja, goed, hè? Zo. Ik had toch een netje, hè? Ja, hè? Kan gewoon. In Duitsland kan bijna alles. Zeker, zeker, zeker. Mooi, nou, mooi land, hè? Goed. Ja, helemaal bekoopleest daar. Ja, dat is zeker mooi. Ja, nou, ik hoop nog wel wat heuveltjes te zien, maar volgens mij zit hij die niet in deze route, toch? Nee, dan moet je weer de Rijn... Oh, de Rijn... Ja, hoe heet je ook weer? De Rijnroute, ja? Ja, de Railway. De Rijn Railway. De, nou ja, Mannheim-Karlsruhe. Ja, die, ja. Dat is nog eentje verder zuidelijk, ja. Dan rij je echt tussen de bergen door. Ja. Hé, hey, station. Hé, hey, welke is dit? Oh, even gauw uitstappen. Oh! Wat station is dit? Wouter, stap jij zo. Vaargastinformation, staat er wel in ieder geval een bordje. En dit is Zegter. Zegtem. Een M aan het einde. Zegtem. Die ken ik niet. Nee. Is dat... Ja, het is een dorp. Daar houdt het wel een beetje bij op, zeg maar. Dorpje. Ja. Eigenlijk wel, ja. Zit je naar te gapen, Wouter? Zeker niet. Hè? Dat is goed zorgen. Maar kan ik ook in de... Oh, ik kan gelukkig wel naar de passenger kijken, hey. Oh ja. Ik kan alleen niet heel ver kijken, dus dat is wel jammer. Nee, hé, hey, er staat een kopje Starbucks koffie of niet? Nou, bijna goed. Nee, er staat Deelwerks. Deel simulator. Ja, 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 ja. Oeh, maak ik gewoon reclame. Oeh, nou ja, hallo, we spelen het, ik weet niet. Oh ja. Maar we leven alleen wel een jaar en iets meer geleden. Ja, dat zag ik ook al. Zijn datum van 2013. Nou, meer zelfs, 23-1-2013. Ja. Staat hier bij mij. Oh, dat is natuurlijk 2 jaar, ja. Het is toch 2 vind ik wel goed. Ja. Even opletten of zijn er groen, dus ja, die is natuurlijk een toppie. Maar natuurlijk geen gekke dingen gebeuren ondertussen. Het is niet te hopen. Nee. Hop. Hop. Kijk, wacht wel tot er nog iets anders komt. Komt er dan nog een ander stationnetje voorbij. Er zijn dus super lange tijd naar Bonn om te wachten. Dus de... Ja, dat is Bonn West. Dat is Bonn Hub. Oh, dat is de tuin. Bonn Hub dan af, oké. Dus we moeten nog een klein stukje rijden in ieder geval. Het lijkt wel een hoop herder, zeg, in de tuin. Volgens mij hebben ze hier in deze tuin toch iets niet helemaal goed veranderd. Want je hebt evenveel herder hier buiten als binnen. Ik kwam bij de kluststrijd, zag ik laatst iets voorbij komen, iets met technische dingetjes ofzo. Ja. In de cabine kreeg je minder geluid ofzo, met dat onderdrukt ofzo, las ik. Oké. Dat je dan in de cabine minder geluid had, zeg maar. Hey Anton Knaller, goedenavond. Hij is er ook weer. Hoe gaat het met jullie? Ja, dat is een goede vraag inderdaad, is dat vraag. Wat fijn. En, gaat het? Ja, Wouter, hoe is het met je jongen? Nou ja, ik denk dat prima, hè? Ja? Ja. Hoi, nou ja, aan de andere kant ook weer niet, want het is de laatste dag van de vakantie alweer. Maar... Oeh. Er zijn mindere berichten. Ja, ja, zeker. Oh, ja, zie ik daar een rood zijn? Nee, die is wel gelukkig. Het zijn spoor naast ons. Niet zo eng doen, Wouter. Ja. Ja, met mij gaat het ook goed om even die vraag nog te beantwoorden. Ondertussen hebben ze het over de gevreesde examens hier. Blij dat ik daar geen last meer van heb. Ja, gelukkig heb ik die inderdaad ook niet meer, maar ik kan me nog iets meer voorstellen inderdaad, ja. Oh, dat is natuurlijk ook na de vakantie, ja. Oh, ja. Dat is inderdaad zo, ja. Ja. Dat altijd eerst die proefwerkweken. Nou, die heb ik nog steeds last van hoor, maar maak je daar niet druk om. Ik heb af en toe een cursus, maar dat is weer wat anders. Ja, nee, dat kan je nog leuk vinden, zeg. Nou ja, ik vind het nou, leuk. Het enige wat leuk is de lunch, want dat is goed geregeld. Oh, wauw. Nou ja, daar doe je het dan voor, hè? Uiteraard. Voor een bal gehakt doe ik alles. Oh, als het zo'n lunch is, dan valt het nog tegen ook nog. Nou, nee hoor. Ik denk een beetje goed verzorgde broodjes van hamkaas ei. Oh, die kan je ook nemen. Oh, oké. Okay.
Ja, Mitchell, hoe gaat het met jou, jongen? Ja, niks hoor. Sorry. We zijn jou inderdaad vergeten, want we praten alleen over onszelf. Maar ja, dat heb je met zo'n livestream. Ja. Oh, ik zie dat we af moeten remmen. 60 staat op het... Oh. Even afremmen, het staat op het sein. Ja, pas op, pas op. Ja. Oh, ik krijg uit voor de driving quality trouwens, want daar ga je ook weer punten vanaf. En het volgende zijn moeten we 60 gaan, dus dat je dat maar even weet, want het staat namelijk niet op het... op de kaart. Nou ja, ik ben afgeremd nu tot 60, dus... Oh. Nou, dit ding remt zo hard, dat, dat maakt geen, niks uit. Een beetje lek, ja. Nou, als het, laten we daar maar bij houden, inderdaad een beetje, ja. Als het te veel lek wordt, dan is er wel wat aan de hand, zeg maar. Een beetje krijg ik laat. Dat dan. Zo. Ik rijd 60. Hé, hey, er komt nog een trein aan. In hetzelfde als ons. Rijd ik weer voor jou, want ik rijd het station nu binnen. Hallo, dus normaal. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Terwijl ik alles netjes op snelheid rijd. Maar ik zal zo even escapen tot jij er weer bent. Ja, een bordje 60, hè, zie je wel, de snelheid verandert. Het is maar goed dat ik dat even zag, want anders waren we er natuurlijk hard doorheen geknald, alle punten kwijt. Ik wou net zeggen. Ja, misschien moeten we nog even wisselen, maar ik verwacht het niet eigenlijk. Aan de andere kant waarom ik... Nou, station 3, hè? Perron 3, nee, je gaat redelijk rechtdoor. Ja, inderdaad. Ja, een soort van wisselen, ja. Ja, een heel kleintje. Ja. Nou, hoezo? Ik zet hem even op scrape dat jij er bent. Wouter, de volgende route op het Achterhoek met de GTW, dat vraag ik hoe je bent. Nou, dat lijkt me strak plan. Vind ik ook leuk. Ja, gaan we doen. We rijden nog 1 of 2 stationnetjes en dan gaan we die route erbij pakken. Ik heb ook Train Simulator 2015, zegt Mitchell. Kijk, Mitchell, dat zijn de goede berichten. Jazeker, dat zijn hele goede. Jij meldt als je er bent, Wouter? Ik rijd langzaam het station in. Heel goed. Maar je zult het niet denken, maar ik ben een minuut te vroeg op het station, dus... Een minuut? Ja. Kijk. Diesel power, jawohl. Hoppatee, en dan sta je stil. Ja, dan gaan we de deurtjes open. Hoppatee, alle mensen eruit. Maar mooi stationnetje trouwens. Alleen de 2 middelste perrons zijn overdekt. Ja, de rest niet. Nou ja, die hebben wel een soort van kappertje. Dat is nou niet waarvan je zegt, je van het. Dat is er extra bijgebouwd, zeg maar. Toen we dachten nodig te hebben. Anton Knaller vraagt of ICE, als we dan toch Duits bezig zijn, op de Arnhem-Utrecht-lijn. Dat is ook zeker een goeie, want daarmee ga ik natuurlijk deze zomer ook rijden. Maar ik denk dat ik daar inderdaad ook nog wel een en ander specials van ga maken. Dus dat hoop ik. Maar aan de andere kant, je kan Arnhem-Utrecht natuurlijk, kan je niet eens zo hard rijden. Want ja, dat is natuurlijk gewoon onder de baansnelheid, zoals de rest van de trein ook rijden. Ja. Als je dan een keer ICE moet rijden, dan moet je natuurlijk wel in Duitsland de 300 gaan halen. Dat het trouwens ook sowieso gaaf lijkt, want je kan ook voorin gaan kijken en meekijken en zo. Mijn deuren zijn weer gesloten. Ah joh, ik heb nog een, volgens mij 1 minuut. Ik zet hem even op pauze. Half minuut heb ik. Maar ik vind het wel een gaaf station, ook al is het heel klein. Hauptbahnhof van Bilm. Nou, oké. Okay. Hauptbahnhof. Het valt me een beetje tegen, het Hauptbahnhof, maar het ziet er wel mooi uit, hè. Zie ik erin? Oh, ja, ik mag gaan. Oké, ik ook. Dat klopt, want ik mag al gaan. Hou rekening met die 60, Wouter. Ja, oh ja. Ja, dat vinden wij trouwens ook goed nieuws, Wouter, dat die buffel uitkomt. Ja, dat is zeker waar. We hadden het er vandaag toevallig nog over, Wouter. We hadden het er inderdaad nog over, ja. Ik denk dat het... hij komt begin juli uit. Mei... Jullie? Nee, nou, hij ging toch 1 week op vakantie of zo en dan zou hij hem uitbrengen, had ik ergens gelezen op de Facebookpagina van hem. We mogen 100, hè? Ja, klopt, ik zag het al. En dan bijna 160 weer. Ja. We gaan even door het bochtje, flauwe bochtje heen en dan... ja, wat flauw nou? Ja, flauw man. Ja, flauw bochtje. Oh, speeding.
Wat? Ik ben... Oh, oké. Okay. Je rijdt 100 plus, denk ik. Ja, maar ik mag 160 zie ik net, dus... Ik ook. 100, oh, niet 170, 160. Bijna goed. Ja, Ruben had een foutje, inderdaad. In juni komt hij uit. Nou dan nog, als hij 1 week op vakantie gaat en dan mei, juni. Ja, nou. Mei, juni. Ik weet niet hoe lang er zijn weken duren. Ik dacht dat hij van de meivakantie volgende week op vakantie ging of zo. En dat hij dan zou uitbrengen, dan had hij daar wat ik last van is. Maar ja, het maakt niet uit. Als hij maar uitbrengt binnenkort. Ja. Inderdaad. Hey, Tijn. Ja. Is je trouwens opgevallen dat de Duitse trein een gele streep hebben staan op het stuk waar de eerste klas rijtuigen zich bevinden? Nee, dat is mij nog niet opgevallen. Dan moet jij eens even aan de buitenkant gaan kijken. Aan de buiten. Oh ja, ja, ik zie het. Dat was wel slim van ze. Nou, het is in ieder geval wel heel erg opvallend, dat moet ik toegeven. Ja. Ja. Nou zegt Ruben inderdaad dat is die problemen, dat klopt, ja, dat heb je net goed gelezen, dat las ik namelijk ook, maar het feit begin juli, dat heb ik dan even gemist. Bonn, Bad Gossenheim, Bahnsteig 1. Godesberg. Godesberg, oh ja. Bonn, Bad Godesberg, ja, en dan gehen wir naar Bahnsteig 1. Zullen we hier dan een eind van maken? Want dan zijn we al bij 14 uur. Ja, ik vind het goed, Wouter. Of wat willen de kijkers? Ja, willen die nog even doorrijden? Of zullen we dan naar Nederlands, naar de Achterhoek, maar in dit geval bij de Koorden? Ik zat trouwens even aftijden aan het bedenken me net. Hallo? Ja, goed idee. Ik ben nog steeds 160 op 600 meter te horen. Maar dan weten we in ieder geval dat we op tijd zijn, dat is een ding wat zeker is. Ja. Oh joh, niks een tijdje. Maar dat haal ik makkelijk. Ik ga met 70 station binnen. Lijkt wel een vliegtuig dat overkomt. Ja, die trein zeker. Ja, hallo. Achterhoek nu, zegt Ruben. Ja, dat was het idee inderdaad. Iedereen die zit te wachten op de bussel, beter test en documentatie voor het gestaart. Ja, wat is dat ook weer met dingetje? Komt het nou uit het buitenland of zo? Want hij vertelt altijd alles een beetje brak naar Nederlands, maar... Alsof hij geen zin had om in het Nederlands te schrijven en dan in Google Translate alles overgooit. Aldus Chris. Zo, ik zou hem stilstaan en de deurtjes open, dus ja, ik ook. Dan gaan we hier denk ik even een einde van deze tot te maken. Ja, gaan we hem afbreken. Ja, dan gaan we even naar de Achterhoek toe. Quit, yes. Nou, we hebben toch een stukje Duitsland gehad. Zeker, zeker. Hartstikke mooi. Speeding, speeding, ja, drivers quality. Dat staat helemaal, want dat wil ik niet eens zien. Achterhoek. Als... Lekker bezig, Piet. Ja, standaard of carrière? Ik denk een standaard deze keer, want volgens mij, ik weet niet of de careers van zijn. Even kijken. Die heb ik niet. Ze moeten sowieso met de stad, daar hebben we er maar 3 van. Dus gaan we naar Doetinchem, Winterswijk of naar Arnhem. Dat is ook Doetinchem trouwens. Ik zeg Winterswijk dan maar. Winterswijk. Arriva, stoptrein naar Winterswijk. Ja, doe maar. Jesse, ja. Heb je geklikt? Nee, nog niet. Er zit een fout in die wissel, dus laten we dat maar even niet doen, denk ik maar net. Dan gaan we maar naar Arnhem toe, zo. Ja hoor. Arnhem, even kijken hoor. Dat is die tweede, hè? Of de bovenste? De bovenste is bij mij Arnhem. Naar Terborg. Oh nee, ja, ik heb hem. We rijden vandaag de eerste trein naar Arnhem. Starten. 33% sale. Nou mensen, sla je slag als je nog een route wil hebben.
Oh, we hebben net voor een andere route gekozen. Sorry. Nou, Arnhem is nog steeds via Doetinchem volgens mij. Als ik het goed heb. Dus, en dat is ook van belang als ik het goed is. Vindt... Volgens mij gaan we namelijk van Winterswijk naar Doetinchem, want zover gaat de route namelijk. We gaan namelijk niet naar... Laat scherm des vervelings. Ja, heel goed, Beliefjes. Dankjewel dat je het even... Blij met een dode man. Ja, moet je me nog even uitleggen hoe je die ook weer aanzet, maar dan wil ik dat best wel een keer proberen, ja. Ik zet hem even op pauze, want ik ben al binnen. Ja, dat bedoel ik. Hallo, rustig aan. Blij met de dode man aan. Was het een shift backspace of zo? Nou, ik zie dat Beliefjes er nog steeds is, dus... Sla je slag en leg maar uit hoe ook weer de dode man werkt, want die wil ik eigenlijk niet gebruiken, maar goed. Als Beliefjes het niet weet, dan weet ik niet. Nou, die rijdt er elke dag mee, dus... Ja. En was ook Numpet Ent of zo, was er ook niet bij, volgens mij. Jawel. Er was ook iets mee, Numpet Ent, dat zegt me nog iets. Ctrl Shift Numpet Enter. Ja, bingo. Ctrl Shift Numpet Enter. En dan alleen Numpet Enter dan maar om hem te doen. Ja, oké. Dat was het volgens mij. Als je elke Shift Numpet Enter moet rammen, dan. Ik ben er. Dan ga ik beginnen. Start de trein, schakel alles in. Doen we dutjes open. Interstrike, hoppen. Kijk, ja, we gaan gewoon naar Doetinchem toe, er is niks aan het handje. Lampjes aan. Oh, dan moet ik niet die lampen aanzetten met die hier zitten. Tok, 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 die lampen aan. Kijken. Zo. Die staat goed, die staat goed. Lightwissers zijn we allemaal niet nodig. Die staat aan. En dan gaan we naar Winterswijk. Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Nou, er gebeurt vrij weinig, ga ik je melden. Doet hij het niet? Ctrl Shift Numpet Enter. Nou, er gebeurt vrij weinig. Shift Numpet. Oh, Shift Numpet Enter. Ook goed. Als ik op nu Numpet Enter druk, dan word ik wel iets dikker, dus dat zal wel goed gaan. Excuses. Ja, Numpet Enter. Ja, heb ik. Toppie. Oké, dan. Hebben we nog even? Hallo? Hoe laat moet ik vertrekken? 7:10. Ja. Hallo? Denk ze dat ik die trein een kwartier nodig heb om aan te zetten ofzo? Ook staat er aan. Moeten de botjes nog, want er staat op geen dienst. Nou, we gaan toch echt ergens heen. We gaan naar Arnhem. Zo. Achter ons staat ook nog een trein, maar die volgens mij moet hier nog iets verder op het perron zijn geparkeerd. Of deze gaat... Of hij is net losgekoppeld. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, dat hij de volgende trein gaat rijden. Dat zou ook nog best kunnen trouwens. Ja, die andere spurt naast ons. Ja, achter ons. Achter ons. Die staat namelijk losgekoppeld van ons. Oh ja, ja. Dat zal de volgende dienst zijn. Ik hoor net een heel goed idee. Richting schakelt op 0, gaat de dode man niet tellen. Maar, wat jullie niet hoorden, toen ik buiten was, had ik al gast nog ondertussen op de Numpet Enter geramd. Dus maak je daar maar geen zorgen om. Daar ga ik niet echt om proberen te denken. Maar het is inderdaad een top idee om de richtingsschakel op de stations even neutraal te zetten. Het zijn achter ons gaat naar Winterswijk. Ja, inderdaad, ja, dat heb je goed gezien. We zijn in Winterswijk namelijk. Ja. Ik mag over 9 seconden vertrekken. Dat zou heel goed kunnen. Ik mag vertrekken. Zo. U krijgt geen kruising bij Alten. Dat zou inderdaad. Ja, ik ook. Nou, dan gaan we. Hoppatee. En ik ben er vertrokken. Ik ook. Hé, maar is hier wat veranderd volgens mij? Die en die? Nee, die gaat naar Zutphen. Ja, maar die van Zutphen, die staat toch veel verder op het perron bij de andere kant op. Dat is zo dicht tegen mij aan staat. Maar goed. Weet iemand ook waarom dit aangepast is? Want, oh, ik ben al niet uit. Maar nu staat deze, stond eerst in het midden. Die staat nu daar en
even kijken. Eerst langs aan de huisjes. Hé, hey, is dat nou serieus een tankstation wat hier staat? Ah, yo. Dat is gaaf. Hey, natuurlijk, die diesel moet dan natuurlijk tanken. Wakker worden. Ja, nee, zover was ik nog wel, maar dat hij daar staat is een beetje... Nou, oké. Leuk. Wij zijn onderweg in de bocht. Oh. Ja, ik ook. Ik niet. Waarom niet? Omdat ik eerst even stil moet staan, dan kom ik achter je aan. Heb jij de noodrem vergeten? Nee. Zo. Zo, hij helpt goed in die bocht. Ja, dacht ik ook. Zo, ik haal je weer in. Excellent handje. De dode man, denk hè? Nee, waar? Nee. Zou nooit gebeuren. Wout daar. Niet liegen. Zo, maar gezien het feit dat... Oh. Dan gaan we natuurlijk wel opletten dat ik niet harder dan 65 ga rijden, want dan gaat natuurlijk de volgende dode man aan. Ik moet wel zeggen dat ik een hele lege route vind nog. Nou, op een gegeven moment wel, ja, dat klopt, ja. Helemaal nu richting Aalto rijdt. En je mag maar 60, dat is ook zo traag. Ja, dit stukje wel, ja, maar gewoon zometeen maar 100. Maar 100 is inderdaad ook de maximum van deze route, de baansnelheid. Dat is ook niks. Nee, maar dat, ja. Dat heeft iets met die diesel te maken, de diesellijntjes te maken ofzo, want ik weet toevallig dat de route naar Zutphen, Apel naar Zutphen is ook maar 100 als goed is. Terwijl dat ook een vrije rechte route is. Oké. Ja, we gaan. Appetee. 100. Wielslip. Oh, dat begint goed. Hallo. Heb je wielslip? Ja, ik geef te veel gas. Enkel spoor is meestal 100. Ja, nou, dat is goed opgemerkt erbij, ja. Zo, ik rij al bijna 100. Dat is mooi. Ja, ik rij 95, 96. Zo, cruise control erop, hoppatee. Wanneer is volgend station Aalten? Over 5 ja, kilometer. Over 8,5 kilometer. Zo. Nee, ik heb 9,3. Dan zit ik weer voor je. Ja, ik zal nog even gas geven. Komt goed. Hoppatee. Ja, nu is wel gas geven. Ja, 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 ja. Wacht even. Dat is goed dat je het zegt. Ja, want anders was ik het zo... Heb ik ook gelezen van Bliefjes, hoor. Ja. Die zei dat. Maar ik vind tractie beter. Oh. Ja. Ja, nou, het is natuurlijk wel diesel-elektrisch. Ja, dat moet ik wel toegeven. Ja, en toch geef je gas, want door gas, nou ja, in de dieselvorm dan, krijg je elektriciteit. Want ja. Je moet de motor moet je harder laten draaien om meer elektriciteit te kunnen opwekken. Om vermogen op te kunnen wekken. Ja. Om elektriciteit op te wekken voor de dieselmotor. Trouwens, dat boerderij wat hier aan de rechterkant staat, die is een beetje niet met de zon, is een beetje te helder gemaakt. Even kijken, Mitchell zegt, het is wel jammer dat in Delft, in Train Simulator 2015, ik dat zou wel leuk zijn. Delft, ja. Delft. Tuurlijk. Nou ja, alleen valt er nu weinig meer van, is dat Delft? Nee. Ja, volgens mij. Ja, Delft, dat is helemaal verbouwd, hè? Ja. Nou, er valt alleen nu inderdaad weinig van te zien, ja. Ik heb wel erom moeten lachen, want het was, ik volg dan dat nieuws nog wel een beetje. Want ja, ik kom bijna uit het dorp daarnaast. Het is ook niet te horen. Maar er was een hele heibel over het station. Jarenlang heeft niemand erover lopen zeuren. En nu zeggen ze allemaal, ja, het was wel het lelijke van het straatbeeld. Dan denk ik van, jongen. Beetje oude koeien uit de sloot trekken met z'n allen dit. Nou, is maar goed dat het afbreken, toch? Ah, Roos de Anker is het ook. Even, welkom. Ondertussen druk ik nog even regelmatig op de enter, dus... Ja, jij wel. Ik heb hem niet aanstaan. Ja,
vals speler dat je bent, toch wel hoor. Oeh, dat wordt gelijk vals speler genoemd. Ja. Hey, roze tranker, teranker. Hoe zeg je het? Roosteranker. Roosteranker. Roosteranker, denk ik. Van de satisfactie tussen de R en de A. Is het niet een naam? Roosteranker? Dat zou ook nog kunnen. Dat zou. Oké. Okay. Nou ja, het is mijn. Ja, nou oké. Okay. Geef ons het antwoord, dan weten we het zeker. Beetje vreemde benaming, maar oké. Okay. Oh. Kan toch? Ik kreeg bijna een hartverzakking. Ik word een piep. Nou, doe even. Moeten we weer 1 en 2? Roosteranker. Ja, nee, oké, Wouter heeft gelijk. Zoveel mogelijkheden. Mogelijkheden ten top, ach. Alten komt in zicht. Alten. Waarom heb ik dat nog niet in zicht? Hey, pling. Oh, wow, pling. Omdat ik weer voor je rijd. Oh, moet zo meteen 40 rijden. 40? Zo. Ja, daarna komt station. Ja. Maar we gaan voorlopig nog niet afremmen, want dat is voor mietjes afremmen. Haha. Dat is voor mietjes. Doen we niet aan. Nee. Laatste moment, tenzij de ATB gaat zeuren, dan ga ik misschien wel afremmen. Maar... Vergeet u niet uit te checken bij het OV-poortje. Met uw OV-chipkaart. Nou, als het goed is, staan hier toch geen poortjes in de Achterhoek. Ben je nou helemaal lekker. Poortjes in de Achterhoek. Dat doen ze hier niet aan, hoor. Dat jij nou vlak bij Rotterdam woont, alles wat dicht zit. Nou. Wij springen over de hekjes. Oh, die is zo slecht ook. Is wel de waarheid. Ja, ik heb het inderdaad gelezen, ja. Maar het kostte bijna een biljoen om die dingen weer te verhogen of zo, heb ik gelezen. Ja, zo best. We willen maar 2 meter. Dan ben je toch niet goed bij je pa zijn. Ja, maar dat zijn de standaard paaltjes of poortjes tegen al. 2 meter? Ja. Ja, die zijn hoger dan mij, ja. Maar in de metrostation staan ze ook diezelfde poortjes, hè? Zo dan. Als je naar beneden gaat, de metrostation in, dan staan diezelfde poortjes aan. Oké. Okay. Die moeten gewoon ook op het station komen. Maar ja, dat zag er natuurlijk niet uit. Dus van die meter hoge, 2 meter hoge poortjes in de station zal leggen. Het is niet gek dat ze dat natuurlijk eruit hebben gehaald. Ik rij nu Aalten binnen. Ik ook zo goed als. Tenminste, ik moet nog een klein stukje tot de 40. Ja, zeg het eens. Roosteranker, wat wil je weten? Of wat wil je vertellen? Tring. Oh. We gaan naar links toe, maar we hebben geen kruising gehoord. Nee, er kwam natuurlijk geen eerder trein natuurlijk vanuit de... Metrostations zijn al een stuk hoger, ja. Ik zet hem helaas een beetje aan het einde van het station neer. Ik had hem natuurlijk weer beter bij de 4 neer kunnen zetten. Dat moet ik toegeven. Zo. Richting schakelen naar in het midden. Kijk, heeft Pieter ook een eigen kanaal? Nee, dat heb ik niet. Dus, we spelen helaas. Met z'n allen op Dutch Camel Game en een S aan het einde. En dan gelijk je volgende vraag. Ga je nog een keer Mercy 4 doen? Ja, dat is standaard op de zaterdag. Komt daar een aflevering van. We zitten nu op aflevering 5 en we gaan tot de 10. En misschien gaan we verder. Dus dat heeft informatie. Dicht. Ja, mijne zijn al dicht, maar ik wacht even. Ja. Daar gaan we. Dus dat even wat betreft emergency. Maar ik ben nu met Train Simulator bezig, dus. Yes, we gaan. Ik ook. Mag ik gelijk ook dan reclame maken voor mijn andere filmpje, Wouter? Dat ligt er maar net aan.
het is natuurlijk voor het eigen kanaal, dus... Daarom. En dan op dinsdag zorg ik altijd dat er een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 uitkomt. Voor komende dinsdag staat hij op het kanaal. Alleen hij moet nog even... Ja, wachten tot dinsdag. Wachten tot dinsdag. 70 mogen. Oh. Ja. Hetzelfde als voor morgen, die staat er vast en zeker ook wel op, hoop ik voor je. Ja, uiteraard. Ik ga niet verklappen wat, maar wel emergency. 70. En 100. En we doen 100, zal het waar je gaan schrijven. Oh, ik zal eens een keer op enter drukken, misschien helpt dat. Lijkt me zo verschrikkelijk, hè, elke keer op enter drukken, maar ja, dat zou je wel, dat zou wel gewenning zijn. Dat je gewoon, dat je in je slaap nog steeds je voet aan het bewegen bent. Elke minuut weer. Oh, ik glijd te hard, ik glijd te hard. Zo. Anton Knaller, ik doe zelf ook Rollercoaster Tycoon 3. Ja, dat kan. Er zijn meerdere mensen die het spelen. Ja. Het is nog steeds best wel een favoriet spel natuurlijk. Hoppatee, cruise control op de 100, precies. Cruise control? Jazeker, als je op 10% zet, is dat je cruise control. Oh, oké. Okay. Dan gaan we even naar de 100, dat wist ik nog niet. Ja, dan blijft hij op die snelheid hangen als je hem op 10% houdt, dus... dat is enigszins relaxed, zeg maar. Ja, dat wist ik niet. Maar dan moet ik hem ook even op 100 zetten, anders blijf jij voor rijden. Ik heb hem op 100 strak staan. Ik ook. Kan je ook Twitch doen met 3 personen? Dat kan. Als alle 3 de personen uitzenden, dan zou dat kunnen. Dan kan je inderdaad met multi-twitch kun je ze allemaal naast elkaar zetten. Inderdaad. Ja, dan krijg je wel een klein beeldscherm, maar goed. Als ze alle 3 naast elkaar gaan staan, dan moet je eentje naar beneden verslepen en dan kun je er denk ik 4 passen er dan op. Ons station is Varsseveld. Ja, waarom 1? Ja, maar kan je ook met zwembaden en zo van Anton Knaller? Ja, kan ik ook. Zelfs met diertjes, dus een dierentuin bouwen. Kan ik zeker nog een keer doen. Dus vind je het leuk om dat te zien? Elke dinsdag een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Ruben zegt een 4-bak. Nou, ik telde 3 met een motorwagen. Dat noem ik niet helemaal een bak, zeg maar. Dus... deze versie bestaat sowieso, dat is een ding wat zeker is. Alleen weet ik alleen niet zo gauw niet of... Jawel, die bestaan ook al die van, ja. Ja, want ja, die rijden in Apel dan heel af en toe nog wel eens. De meeste zijn er 2 inderdaad. 2x2 zijn te vaak dan. Hop, ik hoor een pling. Wat is dan aan? Pling, pling, pling. Oh, aan het einde komt er 60 aan. Oh, dat duurt nog even. Ja. Dan hebben jij en ik hetzelfde spel. Oké, okay. Duidelijk. Ja, toch? Ja. Ja. Makkelijker kan het niet. Nee, daarom. En Varsseveld is ook alweer in zicht. Ja. Varsseveld 60. Oh. Moeten we zeker weer wisselen. Misschien komt er dan ook een trein tegen. Jongens, gaan jullie nog met fictieve route rijden? Van koploper Mouw, vraagt Olivius. Ik heb hem er zeker op staan, maar ik weet niet of ik hem dat ook bij jou heb geïnteresseerd, Pieter. Nee, ik heb hem nog niet. Ik heb hem wel zien staan bij de downloads op trein.nl. Maar ik heb hem nog niet gedownload. Ja, zwak, hè? Dat moeten we eigenlijk inderdaad nog een keer doen, ja. Zeker ja. Weten. Misschien kijk ik of ik er van de week nog een aflevering van kan maken, maar... die komt voorlopig nog niet online. Ik heb al zoveel gespeeld de afgelopen tijd om voor jullie te nemen, dus... Ja, en ik ben vooral bezig natuurlijk met de emergency en rollercoaster. En met een verhuizing. Ja, dat is ook nog even. Oh, zo. Oh! Zo, gelukkig. Zo. Heb je entertoets nog? Ja, ik hoorde alweer het een en ander piepen, dus ik zal... Hij ging er zo wat doorheen. 2 keer Anton. Wat? Oh, wat op de naam staat. Nou, hier staat Mary Dreyselhuis op.
Geen idee wie dat is, maar dat zal vast een bekendheid zijn. Een bekendheid? Ja. Een bekende NL'er? Of... Ja, ja, ik ga te hard. Ik denk eerder een oudheid. Een oudheid? Ja. Nog spannender. Oudheid. Uit de middeleeuwen. Ja, echt. De middeleeuwen. Wat? Middeleeuwen. Nou, die. Was een leuke tijd hoor. Ja joh, had je daar willen leven dan? Nou, ik niet hoor. Nee, dank je. Dank je de koekoek. Oh, ik krijg Varsenveld al binnen. Ik zit niet eens op te letten. Hop. Het is weer maar niet verder. Maar gaat we zijn snel hè? Nou, maakt niet uit, als we nu de noodhulp op had gestaan, hadden we misschien iets te vroeg stilgestaan, maar dan stonden we in ieder geval op het station stil. Ik rem nu af. En ik sta nu. Bijna, nu stil. Nu. We gaan de deuren nu open. Zeker. Albi Bob met zijn koptelefoon komt ook deze kant op lopen. Inderdaad, tot de vroege morgen. Staat toch een beetje te headbangen hier in de goede ochtend. Het is jammer dat ik wakker word op 5:30, ja. Nee, we lazen net natuurlijk dat iemand wou dat er een bepaalde route uitkwam. Ik heb dat zelf met de route Den Haag-Leiden. Want ergens daartussenin woon ik. Ik mag wel verder, joh. Ja, ik ook. Maar ik zit hier net even de bordjes te lezen. En, ja. Utrecht-Tiel, en hoe gaat u verder? En dan zie ik een kaartje van Tiel. Zo gaan. Ja, dat zijn natuurlijk gekopieerd uit andere routes, maar het op het bordje staat is natuurlijk de Utrecht-Tiel geschreven. Maar ja, dat is een klein detail, maar het bordje staat al, dus heel wat. Oh, 40 mocht er, 40. Oh. 40.3. Dan mogen we zo naar de 100. Nee, ze hebben die route nog helaas niet mooi afgewerkt. Maar ja. Dat komt misschien nog. En op naar de 100, op het kan. Voor alles is een begin. Zeker. Een breng leidt overdag samen met Alriva kwartiersdiensten en 's avonds is er Alriva met half uursdiensten. Ja, dat vind ik ook zo gedoe, jongen, dat ze allebei op dezelfde route moeten rijden. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar... Nou, het mooiste is nog wel dat iedereen dus uit de Achterhoek blijkbaar in Arnhem wil gaan werken. Iedereen wilde weg. Dat is altijd stelkaart, ze kunnen ook niet zijn. De Achterhoek? De Achterhoek, ja. Er is gewoon niks te doen daar, joh. Dan ga je dadelijk beleden van de kijkers. Oeh. Nee, ik wil er best wel wat, hè. Lekker rustig. Ja, ik ook. Zou wel leuk lijken. Voor een dagje. Voor vakantie. Jezus. Even kijken, hoor. We hebben nog steeds 8 kijkers, dus ze gaan nog niemand boos weg. Op 16 mei komt er een driekwart eeuw, 75 jaar oude stoomlok naar Nijmegen voor een jubileum. Waar komt die vandaan, die stoomlok dan? In Nijmegen. Ja, ik ga naar Nijmegen. Waar komt die vandaan dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want Nijmegen, komt hij dan van de VSM? Dan moet hij best eind rijden trouwens. Of komt hij uit Limburg? Want daar rijdt ook een paar van die stoomloks. Oh. Ruben, hey Wouter, niks tegen de Achterhoek, hè? Nee, dat had ik ook kunnen verwachten, ja. Sorry Ruben, het spijt ons dat we ons zo lieten gaan. Ik wou zeggen, het zal nooit meer gebeuren, maar ik kan niks beloven. Duitsland, ja. Woon toch bekend in Duitsland, ja. Duitsland, ja. Oh nee, daar komt die stoomblok vandaan, nou, wacht even. Dat is een ander verhaal. Dat zijn twee verhalen, ja. Al twee verhalen door elkaar, Wouter. Ja. Goed bezig. Hij komt uit Duitsland, ja. Van die Tweede Wereldloks. De Krieg-locomotief. Terborg. Dat is ook weer Achterhoek. Oh nee, wacht even, daar waren we al. Dat zou leuk zijn als ze gewoon heel die Nederlandse map in één keer in elkaar zetten. Natuurlijk. Dat je gewoon van, ja, maar net zoals het feit dat die beste vent Enschede naar de hoofddorp gaat maken. Het stuk tussen Apeldoorn en Utrecht en Amersfoort, dat bestaat al.
Ja, daarom. Dat is gewoon kopiëren plakken. Nou, dat neem ik aan. Dat hoop ik wel voor hem dat hij dat doet. Dus ik hoop wel dat hij iets verbetert, want er is nog steeds wel een hoop aan te doen. Maar... Nou ja, ik denk dat het een jaar duurt voordat hij klaar is. Want... Ja, dat is geen makkelijk klusje. Dat is sowieso. Ik ben er natuurlijk ook een keer mee bezig geweest, maar het was echt eraan. Niks tegen de achterprotest. Zo, kijk dan, Terborg en Garderen liggen echt naast elkaar. Oh, kijk, dat is mooi. Komt dat even mooi uit. Gaat heel snel dan ineens. Ja joh. Fixen we gewoon even. Doen we even. Alsof het niks is. Ja dan. Zo. Ik hoor pling pling pling, dus dat is mooi. Wat zeg je? Ik hoor pling pling, dus dat is weer mooi. Dan lijk ik op de goede snelheid. Oh ja, ja. Pling pling hoort ie. Pling pling. Ik ben er weer. Nou, welkom terug, Mitchell. Waar was je heen dan? Tjonge, jonge, jonge. Was gewoon even weg, joh. Kan toch niet? Ons verlaten. Nee, eigenlijk niet. Zo. Stil, wat diep teleur dit. Met een flinke verkanting door de bocht heen. Dan waren we 50 erheen omhoog. Nou, Ja. Oh shit, laat ik even afremmen. Ik ben nog maar 40. Nou, ja. Valt mee. Dat is niet zo ver naar 40, hè. Nou, dan we komen ook nog niemand tegen, dus... Even kijken, hoor. Gaan we naar links op het station of niet? Ja, oh. Linksaf. Oh ja, toch wel. Maar we komen nog niemand tegen, hè? Nee. Nou, we zijn sowieso de eerste trein, maar... En ik sta stil. En de deuren gaan open. Zo. En... Kom maar. Zet maar stil. Want dit is ook wel weer zo... jammerlijk gemaakt. Heeft iemand een foto van een huis gemaakt? Maar volgens mij zitten de takken nog in de foto van het huis, zeg maar. Oh ja. En die daaronder, dat is wel een schaduw van, maar daar zie ik mensen doorheen lopen namelijk. Maar ik weet niet of die takken erbij horen. Ja, of die komen van die bomen af. Ik verwacht het niet, maar... Ja, ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die takken er niks mee te maken hebben. Oh, ik zie weer wat. Nijmegen. Op zaterdag 16 mei komt de Karel de Grote Express naar Nijmegen Centraal. De Stoomstichting Nederland brengt die dag stoomlok op de rails. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Moet ik even opzoeken wat voor lok het is. Prima, ga nu richting Garderen. Ondertussen zal ik even de noodhem er vanaf halen. Dat is overbodig natuurlijk. Hoppatee, zo. Niks een handje. Oh. Attentie voor protestbel bij Attentie voor protestbel emergency 4. Hoezo? Ja, ik mag ook hem. Ik vind Delft heel mooi. En ja, we gaan. Ik vind Leiden heel mooi. Nou, Wouter zal al Apeldoorn wel mooi vinden. Nou, ik moet toegeven dat het niet het mooiste station is van heel Nederland, maar... Ik heb niks te klagen met een directe verbinding met Berlijn en Amsterdam, dus... Nee, zeker niet. Nee, dat hebben we hier niet. Nee, jij kan niet naar Berlijn toe, hè? Jammer joh. Ik kan wel, ik heb auto voor de deur, maar niet met het openbaar vervoer. Ja, dat is wel... Ja. Amsterdam. Op naar de 80 meer gaan, dat komt wel aan. Maar ik kan maar één vanaf hier kijken. Rotterdam, Den Haag kan ik heen. Ik kan naar Zutphen kan ik heen. Ik kan naar Enschede kan ik heen. Anders, elke 20 minuten gaat er ook nog eentje naar Deventer. Naar Amersfoort, Amsterdam dus. Nou ja, bijna de kant heel Nederland. Nee, kijk wel. Oh. Alleen in de oost-westen richting dan. Het ligt eraan waar ik vanaf hierheen ga. Ik kan naar Den Haag en Leiden en vanaf daar kan ik een hele rent komen. Ja. Dan moet ik er wel heen gaan. Oh, ik moet misschien wel even afdemmen, want dan komt het volgende ja, ik had hetzelfde. Ik heb hem ook op 88% rem staan.
Groenlo. Ja, dat is ook weer zo'n achterhoek volgens mij. Wat ligt dat ook weer? Groenlo? Even denken hoor. Groenlo. Zeg me wel wat, maar volgens mij is dat ook ergens daar in de achterhoek. Groenlo? Ja, ik zou het niet weten. Ik heb het wel een keer op de kaart voorbij zien komen, maar... Ik kan alleen naar Arnhem en Winterswijk, haha. Ja. Ja, dan ja, hoe zou ik het noemen? Ja. Het klote leven, ja. Het is mooi. Nee hoor, Ruben. Arnhem kan ook heel leuk zijn. Dat zeker, daar ga ik elke dag nog naartoe, met de bus helaas. Ik ben er nog nooit geweest, dus zeg maar wat. Nee, de Achterhoek, slag om Grollen. Oh ja, tuurlijk. Nou die, ja nee, die ken ik inderdaad. Nee, maar die kent het niet. Ja kijk, dat heb ik het toch goed gezien, hè? Groenlo, ergens midden in de Achterhoek, ja. Er zijn een paar mooie campers naast ons geparkeerd. Ja. Ah, er eentje dan, in een caravan. Een caravan. En we staan bij Huiskraam. Ja, joh. Aan de linkerkant, vanuit de rijrichting. Oh, hij beweegt ook nog. Wauw, joh. Oh, wat een vreemd ding, joh. Ga nu richting Doetinchem. Stop niet op Doetinchem Graafschapstadion. U krijgt een kruising in Doetinchem. Dat meen je? Okay. Ja, dat meen ik. Dat meen je? Nou, ik moet nog niet gaan, hoor. Rustig aan, ik moet nog niet gaan. Oh. Je had de deur al eerder open, dan mag je eerder gaan. Ik zit nog gewoon even 10%. Ja, nu mag ik gaan, ja. Ik hoor wel wanneer jij bij de overgang bent. Oh, eigenlijk mag ik nog niet gaan. Ja, nu zijn de deuren vrij, ja. Oké. Ik, ja, geef maar gas. Ja, oké. Taxi. Gas, ik vind gas, ja. Het is nu gas, het is een diesel. Ja, ik vind nog steeds gas, ja. En wie het er niet mee eens is... Ja, die is er niet mee eens. Ik ga net voor Doetinchem kijken bij het Graafstadstation. Ja, stadion. Ja, dat lijkt me net een goed punt, ja. Want het stadion is volgens mij gejat van een ander stadion. En volgens mij, ik weet niet, volgens mij Zwolle of zo. Uit Zwolle, dat is die gejat, dus dacht ik zo gauw te bedenken. Dat je dat weet? Ja, ik ben er één keer... Oh, ik blijf weer heel te hard. Ik ben hier één keer langs gereden. Oké. Dus met deze doet het dan, hè? Daar ben ik hier helaas nog nooit geweest. Nou, nou is hier ook niet zo... Oh, nee, ik ga er niks over zeggen. Groningen. Ja, dankjewel, doorstaken. Heel goed. Dat is in Groningen. Nou, dat snap ik nog steeds niet, want er is geen route die in Groningen langskomt. Maar goed. Nee, maar stadion is wel gebouwd. Ja. Groningen, stel eens je van, nou jongens, kom op. Daar ben ik het dan weer niet mee eens, Amsterdam Arena. Maar ja. Oh, ben je anti-Ajax? Oh jee. Ja, ADO forever, hè. Oh jee, ADO. Oh, jongens. Nou, ik moet jullie teruggeruststellen, ik heb geen voetbalvoorkeur. Al wel een lichte voorkeur voor Vitesse, omdat ik natuurlijk vaak in Arnhem kom, maar... Even kijken, Doetinchem komt wel aan. Oh, ik hoor en... Ja, ik ga daar, ja. Volgens mij heb jij na het spelen geen entertoets meer over. je zou het denken. Zo. Ik bedenk me wel dat het waarschijnlijk de laatste route is voor mij, helaas al. Ja, voor mij denk ik ook. Ik zie daar het stadion aan elkaar komen trouwens. Het stadion, even kijken. Aan de rechterkant zie ik een stadion met hoge lampen. Dus ik ga eens even gauw die kant op. Hoi, stadion. FC Groningen staat erin. Nou, heb je toch... Groningen. En dan rijden wij ook het station voorbij van het stadion. Ja. Maar dat is nog in aanbouw. En er was een verhaal over, dat heeft Briefjes mij al een keer verteld. Maar ik ben het volgens mij weer glad vergeten wat er ook weer mee was. Maar ik rem rustig af naar de... Oh, 40. Niet te hard. Klein beetje door, ja. Draaien. Zo.
Dan rijden wij een toeten in Gem in binnen. Nee, het stadion klopt ook niet, nee. Staat hier wel een stadion überhaupt? Heeft Doetinchem zo'n groot stadion dan? Ik zie een bordje in geel shine staan, dat betekent dat wij gaan aftellen. Ja. Daar hadden we een kruising. Dat is ook het laatste station, toch? Ja, en daar houdt de route ook een beetje op, want ik zie in de verte al niks meer staan. Dinsdag wordt het 27 graden. Nou, jij liever dan ik, want ik zit gewoon weer op school dan. Dinsdag, even denken, dan ben ik vrij. Hoppa, doet hij gewoon. Ja, maar jij moet klussen. Oh ja. Nou, ik heb de deuren open op het laatste station. Ik zet hem bij de vier bakken neer, denk ik, deze keer. Ja, dat past namelijk net mooi op het eindstation. En zo. Dan gooi ik mijn deurtjes open. Yes, ze zijn open. En dan zijn wij te plaatsen. Komt er nog een andere trein ons kruisen of niet? Nee, volgens mij niet, want we zijn de eerste trein natuurlijk. Tenminste, dan moet toch vanaf Doetinchem weer een trein verder rijden nog. Maar wij gingen natuurlijk naar Arnhem. Ik kan ook nog de bus nemen naar Zaandam, dat jullie het even weten. Het zal via Arnhem en Utrecht gaan, die bus, maar oké. En Doetinchem Graafschap, oh ja, ja. Dan weten we dat ook weer op onze voetbalkennis. Moet, hierbij denk ik dat we wel ten einde zijn. Helaas, helaas. Ik kan dat niet meer van maken. We zijn aangekomen in Doetinchem. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken allemaal. Ik hoop jullie graag bij een volgende stream terug te zien. Ik wil jou ook bedanken, Pieter, dat je er was. Ja, geen dank. Geen dank, Wouter. En, nou, volgens de tijd moeten we hier nog wel even flinke tijd wachten, dus zo, hallo. 4 minuten. Dank jullie wel allemaal. En tot de volgende keer. Bye bye.